Ik kom op vele plekken in de stad en ja, ik hoor wel signalen dat mensen het ingewikkeld vinden dat de energierekening, zeker met de flexibele contracten, dat die energierekening omhoog gaat. Maar met hen kijken wij als gemeente ook eigenlijk ook wel reikhalzend uit naar wat de Rijksoverheid gaat doen. Het is nu natuurlijk Prinsjesdag, er zijn vandaag ook nieuwe plannen vanuit Den Haag gekomen rondom energieplafonds, dat je voor een bepaalde hoeveelheid gas die je afneemt ook een maximum bedrag betaalt. Nou, dat zijn goede ontwikkelingen, want, en daar ben ik heel eerlijk in, we hebben als gemeente ook niet zomaar een titel om mensen te compenseren, zeg maar, vanuit de middelen die we als gemeente hebben. Dus wat dat betreft, de zorgen die herkennen we en erkennen we, maar we hebben als gemeente niet overal een oplossing voor. Is er een oplossing voor de mogelijke problemen? Nou ja, kijk, in uiterste gevallen is er altijd, we hebben bijvoorbeeld een schuldenlab. We zijn heel erg aan die preventieve kant bezig als gemeente om te voorkomen dat mensen verder in de schulden raken op het moment dat er een bepaald probleem ontstaat. Daarnaast, naast dat schuldenlab zitten we vooral in die voorlichtende sfeer ook heel erg te werken. Maar we horen ook, en ook bijvoorbeeld via Almelo Sociaal, dat er echt ook gezinnen zijn waar het heel erg ingewikkeld is, omdat de energierekening bijvoorbeeld verdubbeld of verdriedubbeld is. Ja, dan gaat het knellen. Dan hebben wij ook nog bijvoorbeeld mogelijkheden rondom onze doorbraakmethode. Als er probleem op probleem is bij een bepaald gezin, om dan te kijken hoe we daar echt een maatwerkoplossing voor kunnen vinden. Maar dat is echt ook maatwerk. Gezinnen waar sprake is van meerdere problemen, multiproblematiek. Dan kun je gaan kijken van wat zouden we kunnen doen als het gaat om het schuldenperspectief. Op het moment dat mensen in een soort negatieve spiraal zitten, omdat er alleen maar schulden zijn, dan blokkeert dat ook mentaal, zeg maar, om te werken aan andere problemen. En dan zou het helpen als we met die mensen bijvoorbeeld afspraken maken hoe ze zo snel als mogelijk van hun schulden afkomen. Nou, er zijn ook ideeën en dat moet allemaal verkend worden. En dat zijn geen generieke oplossingen. Maar bijvoorbeeld om te kijken hoe je bepaalde schulden ook zou kunnen wegstrepen. Maar goed, dat is een ingewikkeld vraagstuk. Ook niet zomaar één oplossing voor een hoop situaties die nu met die hogere energierekening te kampen hebben. Dus daarom kijken we heel nadrukkelijk uit wat doet het Rijk om ook de inwoners natuurlijk, maar ook ons als gemeente als eerste overheid voor die inwoner te kunnen helpen. Dit speelt in alle 350 gemeenten in Nederland. Dus het kan niet zo zijn dat de Rijksoverheid hierop blijft wegkijken.